Hey, mijn naam is Hanne en als puppytrainster heb ik al jaren ervaring in mijn eigen puppyschool. Binnenkort heb je een nieuwe pup in huis en je vraagt je misschien nu af, hoe moet ik in godsnaam mijn puppy opvoeden? Geen stress. Aan het einde van deze video ben jij ook een puppy-expert. Wat verstaan we onder een puppy opvoeden? Onder het opvoeden van een pup verstaan we de pup gaan aanleren wat we van hem verwachten. Al het gedrag dat jouw pup laat zien is voor hem normaal gedrag. Wij mensen vinden dat gedrag alleen niet altijd zo leuk. Het is dus aan jou om aan je pup duidelijk te maken wat goed is en wat niet goed is. Je leert hem hoe hij zich hoort te gedragen in je gezin en in jouw leefwereld. Kortom, de hond manier leren. Natuurlijk weet een hond niet wat goede manieren zijn, dus het is aan ons als baasje om dat te bepalen. Onder puppy opvoeden kan je dus verstaan zinnelijk maken, socialiseren, leren alleen thuis te zijn, gehoorzaamheidstraining en je pup leren omgaan met verschillende situaties. Al deze puppytrainingen kan je terugvinden op ons lokaal. Abonneren is dus de boodschap. Een pup opvoeden. Hoe begin je daaraan? Je puppy opvoeden moet je doen vanaf het begin. Wacht er zeker niet te lang mee, want hoe vroeger, hoe beter. Hoe kan ik iets aanleren aan mijn puppy? Bij een positieve uitvoering beloon je onmiddellijk door direct na de uitvoering het woordje flink of goed te zeggen in combinatie met een snoepje. Het is belangrijk dat iedereen binnen het gezin hetzelfde bevel gebruikt voor de verschillende oefeningen. Daarnaast is het ook heel belangrijk om consequent te zijn. Wat toegestaan is binnen de huisregels mag altijd en wat niet mag, mag nooit. Het is dus niet de bedoeling dat je puppy de ene avond wel op de zetel mag en de andere dag niet. Ook al is dat in het begin heel verleidelijk. Het ultieme stappenplan voor een commando aan te leren met beloning. Lok je pup in de positie met een snoepje. Beloon hem of haar direct met een snoepje. En stap per stap ga je de gebaren waarmee je de puppy in de positie lokt verkleinen. Na een paar keer te proberen, kan je het commando erop proberen te plakken. Zeg dit vlak voor je pup de opdracht uitvoert. Belangrijk, zeg het commando 1 keer en herhaal het niet 20 keer. Gebruik hierbij ook de juiste intonatie en beloon je pup. Dit is niet alleen met snoepjes, maar het kan ook met een speeltje, een vrijheid of een aai. En hoe moet ik mijn pup dan straffen? Wel, in de hondenwereld zijn er niet echt regels van goed of kwaad. Een hond doet iets omdat hij een bepaald patroon herkent waarop hij een respons moet geven. Het is op zo'n momenten aan ons om hierop te gaan reageren, om de pup duidelijk te maken wat goed is of fout. Een hond gaat bijvoorbeeld niet buiten gaan blaffen om u te pesten, maar doet dit eerder bijvoorbeeld om zijn territorium te beschermen. Als je je pup wilt straffen, doe dit dan zeker niet fysiek en niet met geroep en geschreeuw. Gebruik een woordje zoals foei of genoeg of ah ah. Deze laatste is trouwens heel goed omdat je deze in het dagelijks leven niet vaak gaat gebruiken. Zeg het woord op een normale manier, maak je stem wat zwaarder, maar roep zeker niet tegen je hond. Een goede straf kan bijvoorbeeld ook zijn om je hond te negeren of hem een time-out te geven. Bij een time-out ga je je puppy afzonderen. Ik zal je nu enkele voorbeelden tonen uit het dagelijks leven. Op de eerste plaats is het belangrijk dat je je hond ook laat zien welk gedrag je wel wilt. Stel je komt thuis en je hond springt op, dan ga je dat gewoon negeren. Eventueel ga je terug naar de deur toe gaan en na een tijdje zal je puppy doorhebben dat het opspringen hem geen aandacht oplevert. Ook kan je bij het binnenkomen je hond laten zitten en hem dan pas aandacht geven. Als je het opspringen wilt stoppen door simpelweg te duwen of nee te zeggen, dan is de kans heel groot dat het niet veel zal helpen. Want je hond ziet dit echt gewoon als aandacht en niet als een straf. Voilà, nu weet je al wat meer over het opvoeden van een puppy. Uiteraard is dit zeker niet alles, maar het is wel een goed begin. Abonneer je op ons kanaal voor verdere tips bij het opvoeden van je pup. Heb je specifieke vragen of zit je met een probleem met je pup? Aarzel dan zeker niet ons te contacteren. Wij helpen je graag verder.